Vannacht hebben Johan en Casper de hele nacht doorgewerkt om de overbrenging te repareren. Er was een ratelend geluid en een aantal van de laags was kapot gegaan, dus die hebben we vervangen. Nou, alles zit nu weer in de boot, alles is last minute in elkaar gezet om zo meteen de eerste etappe te gaan varen. Welkom allemaal, vandaag stond de eerste echte officiële etappe op het programma. We zijn vandaag van Blauwestad naar Groningen gevaren. We staan nu op dit moment bij de herstart. We hebben het eerste gedeelte gedaan, we zijn vanochtend gefinished. Na helaas een trieste gebeurtenis met het afbranden van een boot van een van onze mede-kandidaten, zijn we iets later gestart. En daarna hebben we heel mooi gevaren, de zon deed het goed. We hebben goed op vleugels kunnen varen, een mooie gemiddelde snout kunnen halen. Dus we hebben die eis dat we de eerste 10 kilometer de 12 km per uur moesten varen, dat hebben we gewoon helemaal gehaald. Dus we mogen lekker doorvaren. We hebben toen onderweg aan het einde even een klein probleempje gehad. We zijn nu wat langzaam aan het varen, net even gecheckt of er iets onder de vleugels zat, want het leek iets meer te verbruiken dan daarvoor. Bleek niet zo te zijn, even het water in geweest en we gaan nu richting de finish, het is nog ongeveer 11 kilometer. We liggen op dit moment derde, achter Gorings en achter de Furia van Klavis. We gaan nu door en als je daar kijkt zie je dat daar de zon weer begint te schijnen. Dus ik vermoed dat we daar ook weer iets meer snelheid kunnen gaan maken, maar dat gaan we zo meteen zien. Tijdens de tussenstop hebben we onze boot, de accu weer heel mooi kunnen volladen in de zon. En we hebben eigenlijk bijna vol vermogen hebben we het laatste stuk gevaren naar de binnenstad van Groningen. Dus dat was heel mooi, we kwamen mooie vleugels aan, mooie vleugels gevaren. Het publiek vond het allemaal heel mooi om te zien. We zijn dan ook vandaag als tweede geëindigd in het klassement. Klavis Private Energy Solo Boat Team die staat op dit moment nog boven ons. Die heeft een voorsprong van ongeveer een uur. Maar we gaan er alles aan doen om de komende dagen dat te gaan verbeteren en om een gooi te doen naar de eerste plaats. Dus ik zou zeggen tot morgen als we een hele lange etappe gaan varen van Groningen naar het Lauwersmeer en daarvan eigenlijk een stukje met de trailer gaan. En dan doen we nog een avondetap in Drachten. Dus tot morgen.